Dag YouTube, welkom op mijn kanaal. Vandaag niet in België, maar in Oostenrijk. We hebben mooie nachtmissen achter de rug. Een Schule en herexamen, ongeveer 1000 mensen die meegevierd hebben om hier Jezus te vieren die geboren is. Vandaag ben ik in Oostenrijk aangekomen met de familie, het gezin. We zijn hier om te skiën, om tot rust te komen en te genieten van de sneeuw, maar ook even hier bij Jezus in een mooie kerk in Tannheim. Goedemiddag YouTube, welkom hier opnieuw in Oostenrijk. Aan het begin van het nieuwe jaar is het natuurlijk gepast om jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en heel wat wensen te wensen. 2017 was voor mij een jaar waar ik toch heel wat mooie dingen heb beleefd. Heel wat jongeren hun eerste communie heb mogen geven. Rond de 100 jongeren mogen begeleiden naar het vormsel. Een 16-tal koppels heb mogen trouwen. Helaas ook 45 mensen ongeveer begraven. En een 50-tal heb ik mogen dopen. Ook wel heel wat mensen die te biecht gekomen zijn of ziekenzalving ontvangen hebben. Maar na deze gewone, toch wel mooie dingen, hebben we ook heel wat nieuwe vriendschappen gekregen. Heel wat krachtige en gezellige momenten ervaren. Heel wat feesten mogen beleven dit jaar. Maar 2017 was ook het jaar dat ik begonnen ben met YouTube. Jullie te verwelkomen op dit kanaal. Heel wat nieuwe views en likes en abonnees gekregen heb. En daar proberen we volgend jaar verder mee te gaan. Ik wens jullie veel geluk, een heel mooi jaar met heel wat hoogtepunten, goede gezondheid en veel plezier. Dag YouTube, een zalig en gezegend 2018. Goedemiddag YouTube. Deze middag zijn we gaan skiën, het mooiste wat er is, dicht bij de hemel en ook een vrij gevoel op de latten. En 's middags in de hut iets goed gaan eten. En wat kom ik hier tegen? Oostenrijkse kaplaanburger. Dat moeten we natuurlijk eens proberen. Doe smakelijk. Dag YouTube vrienden, we zitten nog altijd in Oostenrijk en hier valt het mij op dat heel wat mensen Grüß Gott tegen elkaar zeggen. Groet God eigenlijk. En het is heel mooi en het heeft mij gebracht tot de gedachte om ook aan voornemens te denken dit jaar. Begin van het jaar is het goed dat we voornemens maken en dat we die ook niet te moeilijk maken. En ik dacht, Grüß Gott, goeiedag, iedereen te groeten is heel eenvoudig en kan helpen om ons tot een warme gemeenschap te maken. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goeiedag, het zijn allemaal eenvoudige woorden die geen geld kosten. Voor mij, ik ga het alvast proberen om iedereen te groeten, die gsm op straat wat meer in mijn tas te laten zitten en op die manier mee te helpen om meer in contact te komen en misschien ooit met u en Grüß Gott op die manier ook God in iedereen te vinden. Goeie avond, goeiemiddag, goeiedag, Grüß Gott.